Terwijl op dit moment in China de Olympische Spelen van start gaan, zijn er altijd weer mensen die denken het feestje rondom de sporten die eigenlijk niemand ene fuck boeit, te kunnen verstoren. Vandaar hier in Amsterdam een gigantische protestmars van het Olympisch Stadion naar de Dam. Voor de mensenrechten in China. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. U heeft allemaal mooie Nike-spulletjes, hè? Toeval. Toeval? Allemaal in China gemaakt, denk ik ook nog. Dat wou ik net zeggen. Ja, daar doe je niks aan. Lekker geloofwaardig protest. Ja, ja, maar dat is net zoals... kan ik ook wel vegetariër worden en geen pindakaas meer eten. Want het is ook allemaal misschien in China gemaakt. Dat, is, dat doen we allemaal mee. Ja, maar de echte activist die doet gewoon vol 100% hoor. Maar dat ben ik niet. Ik ben een beetje halfslachtige. Ja, maar dat zijn we alles. Dat zijn we altijd in alle opzichten. Jij loopt met een hele verkeerde vlag hier. Sowieso een verkeerde vlag. Waarom een verkeerde vlag? Nou, dat hoort toch helemaal niet hier? Waarom niet? Dit is de homo-vlag. Als je goed gelezen hebt, dan zou je gezien dat de paardje opstaat en dat is een vredesvlag. Maar dit is toch gewoon een homo-vlag? Wat jij wilt, joh. Niet dan? Wat jij wilt. Hey, wat is er mis met homo's dan? Sorry, wat zeg je? Wat is er mis met homo's dan? Nou, zeg rustig aan, hè? Ja. Laten we het even gezellig houden. Ja, tuurlijk is het hartstikke gezellig hier. Maar wat is er mis met homo's? Er is helemaal niks mis met homo's. Ik vraag me waarom hij die vlag bij zich heeft. Waarom zou het dan mis zijn om een homo-vlag hier te dragen? Homo's worden ook onderdrukt. Het gaat over Tibet? Nee, het gaat over mensenrechten in China, de onderdrukking van Tibet. Onderdrukking als sport. China gaat voor goud. Allerlei onderdrukten zijn hier gerepresenteerd. En die homo-vlag met ja, patje erin, wat je er ook van wil maken, is een vlag voor de bevrijding van de mensen van China. Ook vandaag. Ben jij een opgewonden standje? Ja, zo'n rechtslulprogramma is geen stijl voor mijn neus, dacht jij dan? Nou zeg! Ik wil even vrolijk nou, even houd gezellig. Even lekker anders lopen stoken, man. Stoken? Ja. Een verslag van dit... Oké, ik ken geen stijl. Dus doei doei. Dan ben je gezegend. Waarom is dit zo belangrijk? Ik vind Tibet het belangrijk dat het een vrij land is. Dat zeg maar een van de laatste landen waar nog zo'n spirituele cultuur is. Wie gaat er winnen met zwemmen, denkt u? Ik heb geen flauw idee. Ik ben helemaal niet op de hoogte van de Olympische gebeuren. Free Burma, free Tibet! Free Burma, free Tibet! Kom! Een beetje aan de uitspraak werken, mevrouw? Ja, ik ga een beetje aan mijn uitspraak, meneer. Ik spreek algemeen beschaafd Nederlands. Dus absoluut. Free! 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 Dus niet free, free! Het is niet free, het is zeg, free! Zeg vriend, ik zeg wat ik wil op straat en ik laat me niet corrigeren door jou. Dus ik zeg free, 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 free Burma! Free, free Burma. Free Burma, free Burma. Jij vindt jezelf ook wel interessant, geloof nou, ik. Nou, vooral grappig, heel erg grappig. Ja, dat begrijp ik. Ja. Dag. Ja. Dag. Het is ons steentje bijdragen aan het bewustmaken van de mensen. Mooi horloge trouwens. Dankjewel. Dat China, hè? Waarschijnlijk niet. Ja, dat denk ik maar wel. Ja, dat denk ik wel. Neem je dit nog steeds op? Dat dacht ik wel, ja. Ja, dat dacht ik wel. Vindt u hiervan? Ach, ik vind het een loffelijk streven. Daar hoor ik iets van zijn cynisme in. Nou, ik vind ze een beetje laat om te gaan demonstreren binnen het kader dus van die Olympische Spelen. Hadden ze dat wel een tijdje eerder mogen doen. Dus een soort van gelegenheidsactivisten, hè? Ja, ja, ja. Beetje laat, maar het is altijd goed om te doen, denk ik. Het is een mooi moment, het begin van de start van de Olympische Spelen. Het is juist het moment, denk ik, om aandacht te vragen voor de bevolking in Tibet. Wat gaat het uithalen, dit? Dat weet niemand. Ik wel. Ja? Nou? Niets. Niets? Nou oké, dat is jouw mening, dat is prima. Wat heeft u te vragen? Nee, wat geen stijl is. Nou zeg, gaan we schelden? Nou nee, echt waar, ik weet het werkelijk niet. Het is ook maar, nou, het is ook maar goed ook dat jullie het niet weten. Nee, waarom niet? Nou, dat is niet echt de doelgroep. Nou ja, doelgroep, doelgroep. Het interesseert me niks hoor, leeftijden. Ons wel. Oh goed. Nou. Ja, dan heb ik het toch eens een keer gezien op tv.